ja, zij zijn ook braaf. Nou, hé, dus daar slaapt mijn opa, dus een beetje stil. Hè. Oh, shit! Oh, 1, 8, 5. Oh, wat is voor klerenalarm ook weer? Ah! Het is half 4! Waar kom je vandaan? Uit Rome, opa. We wilden het zachtjes aan doen, maar we waren het alarm vergeten. Oh, nee, wat fijn dat je er bent. Dag, Rick, jongen. Wat ben je bruin geworden? Hey, fijn dat je er weer bent, kinderen. Ik ben geslaagd. Nou, te gek, zus. Gefeliciteerd. Dat is mevrouw Meijer. Die neem ik wel even. Dag, mevrouw Meijer. Dat was een voorgevoel. Nee, dat komt mijn kleinzoon Rick, die is net terug van vakantie gekomen. Ja, inderdaad, om 4 uur 's nachts. Maar hij heeft een leuk cadeautje voor me meegenomen, dat gelooft hij nooit. Een schat van een pitbull, om een beetje te stoeien met uw poes, als die weer in mijn tuin rondscharrelt. Wel trusten, mevrouw Meijer, takkenwijf. Hey, zeg, hoe waren de meiden in Rome? Ah, te gek. Je hebt toch wel veilig gevreden? Ja, wat heet veel te veilig. Hoe doe je dat, te veilig vrijen? Door het platonisch te houden, zus. Oh, ik begrijp het al. De meiden die vielen op je geest en niet op je lichaam. Ja, 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 ja. Zo kan het wel weer. Hey, hier is wat te eten, jong. Ja, lekker. Waar zijn Sjoel en Sjoela? Sjoel en Sjoela, mijn reisgenoten. Onwijs toffe mensen. Sjoel, Sjoela. Waarom komen jullie niet binnen? Ja, we wilden niet storen. Ja, onwijs geschrokken van mijn familie zeker. Nou, kom mee. Ik zal jullie even voorstellen, want als ik erbij ben, dan doen ze niks. Kom. Hey. Dit zijn Sjoel en Sjoela. Sjoel en Sjoela, oh, jullie horen zeker bij elkaar. Let maar niet op Harry, hoor. Die wordt altijd supergeestig s'nachts na 4 uur. Maar hij heeft wel gelijk. Sjoel en ik gaan inderdaad dezelfde weg. Al incarnaties lang. Nou, ik ben ik al. Oh, leuk. U bent de moeder van Rick? Nee, Harry en ik, wij zijn logees. Ja, hun huis is afgebrand en daarom logeren ze bij ons totdat ze iets nieuws gevonden hebben. Is jullie huis afgebrand? Ja, wij zijn alles kwijtgeraakt, zeg maar. Laten we het daar nu niet over hebben. Zeg, mag ik er even tussenkomen? Mijn naam is Willem Bol. Ik ben de grootvader van vaderskant en dat is me nu buis de grootvader van moederskant. Ja. Waar zijn papa en mama eigenlijk? Hebben die mafkezen gewoon door het alarm heen geslapen? Nee, die zitten in Luxemburg. Papa had een congres en mama is mee. Nou, kom op, jongen. Tas toe, hè? Ja, hoor. Een klein beetje dan. Alleen een glaasje melk misschien. Oh, ja. Zo, hoe hebben jullie elkaar zo leren kennen? Nou, op de boot naar Athene. Zij waren al een jaar in India geweest. Daar ga ik ook naartoe, naar India. Oh, India. Oh, een prachtig land. Buitengewone cultuur ook. Ja, en een verschrikkelijke armoede. U kent India? Nee. Maar ik heb eens een Engelse kolonel ontmoet. En die heeft mij alles over het land en zijn bevolking verteld. Nou, je hoort het, Rick. Je hoeft er echt niet zelf naartoe. Om het land en zijn bevolking te leren kennen, moet je gewoon de eerste, de beste Engelse kolonel vragen. Ja, heel erg leuk, hoor. Maar als jullie mij toestaan, dan ga ik proberen nog een paar uur in Morpheus' armen door te brengen. Ik groet u alle zeer. Oh ja. In Morpheus' armen? Hij heeft je opa niet meer vriendin. Nee, Morpheus is de god van de dromen. Oh, op die manier. Ja, die meneer Harry kan het allemaal zo lekker vertellen, hè. Nou, ik ga gewoon slapen. Wel rusten. Ja, zie ik morgen. Ja. Kom, Har. Wij gaan ook nog een paar uur in Morpheus' armen liggen. Nou, ik leg liever in de jouwe. Dat had jij gedroomd, hè? Ja. Zeg, Harry, het heb eigenlijk helemaal geen zin meer. Het loopt al tegen 5. Laten we gelijk gaan vissen. Gaan jullie vissen? Ja, ga je soms mee. We hebben zo'n stekkie gevonden, joh. Nee, ander keertje. Ik ga eerst even een paar weken achter elkaar pitten. Oh. Dat is waar ook. Waar moet hij nou slapen? Ja, opa Willem slaapt in jouw bed. Nou ja, jullie gaan toch vissen? Dat is geen probleem. Dan kruip ik gewoon in mijn eigen bed. Of heb je liever dat ik bij jou kruip als Harry toch aan het vissen is? Je zegt net dat je een paar weken gaat blijven pitten. Wat heb ik daar dan aan? Ja, maar wacht, daar valt over te praten. Hier is Harry. Of was je dat soms vergeten? Hey, hoe was je reis, jongen? Ja, onwijs. Vertel hem eens verder. Onwijs kikken. Wat kan die gozer smakelijk vertellen, hè, Har? Je zou die verhaaltjes eens op moeten schrijven, daar vind je zo een uitgever voor. Hey, ik ga het mij verkleden. Nou, ik ga lekker met je mee. Oh, ja. Smakelijke voortzetting. Goedemorgen, hey. Wat kennen die gozers vreten, zag je dat? Pas maar op, want straks vreten ze je tafel en stoel ook nog op. Oh, ik zou wel eens willen weten wanneer die voor het laatst een behoorlijke maaltijd hebben gehad. Hey, over Rick mag ik mij minder zorgen, hoor. Nee, trouwens, wat kan dat gozertje vertellen? Eerlijk is eerlijk. Goedemorgen, mevrouw Meijer.
douche. Ja, wij gaan straks boodschappen doen, hoor. Ja. Ja. Voorzichtig. Ja, ga je gang net. O jee. Nou ja. Ja. Nee! Dat is niet te geloven, zeg. Goedemorgen. Nicole, Lex, lig. Hé? Die zat gisteren nog tot de nok toegevuld. Ja. Oh, ik wist niet dat hier een slaapzaal was. Ja. Ik zal genoodzaakt zijn om na deze springhanenplaag onmiddellijk boodschap te gaan doen, hè? Ja, ik moet ook weg naar de makelaar voor een pandje. Ja, niet meteen toehappen, hoor. Rustig zijn. En als je een goede onderhandelaar nodig hebt, hou ik mij van ganser hart aanbevolen. Goed, als het wat is, zal ik vragen of u komt kijken. Heel graag en veel succes, hè? Durft u het huis wel alleen te laten met die... Hè? Och, natuurlijk. Ik haat vooroordelen, zeg. Wel, voor de zekerheid zal ik het tafelzilver toch maar even achter slot en grendel zetten voor ik wegga. Nou, ik vang hier geen sodemieter, hoor. Er gaat er een barst van. Ik wel, ze bijten niet. Jemig, Harry, neem je alsjeblieft een slokje. Wat ben jij melig, zeg. Ja. Je zit gewoon te stuiven. Is het daar niet een beetje vroeg voor dan? Ben je gek? In Tokio is het al 5 uur, wat zeg ik? Al geweest. Nog gelijk ook, hé. Ik moet maar gauw vergeten, hoor, wat ik daarnet zei. Oh, wat was dat? Oh, van het bijten? Nee, over Nicole en mijn. Oh, nou, dat was ik inderdaad al vergeten. Ja. Maar je begrijpt het toch wel, hè? Ja. Ik vind Nico een erg toffe meid, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ja, het moet nou toch wel eens ja of nee wezen, niet dan? Wat, het is toch al een hele tijd ja? Wel, nee. Hé? Nou, er is te veel op de vrijheid gesteld, tenminste, dat zegt ze zo. Nou, daar ben ik ook. Er is toch niks op tegen? Nee, maar ik wil niet iedere keer het gevoel hebben dat ik bij mijn eigen... Nou ja, dat ik er aan een beetje bij bungel. Ach, joh, moet je horen. Nicole heeft de laatste tijd een paar nare dingen meegemaakt. Dat weet jij beter als ik. En dat gevoel, dat moet gewoon een beetje slijten. Ja, nou, dat gevoel van haar, dat is een stofje van voor de oorlog. Wat zeg je nou? Ja, onverslijtbaar, weet je wel. Nou, hier zo. Nou wil ze weer een bonbonwinkeltje gaan beginnen. Huh. Een chocolade met... Nou ja, ken je het woord niet eens uit mijn bek krijgen. Chocolaterie. Ja, nou dat is het. Ja, ze heeft een hele stoot ploen teruggekregen van de verzekering. Weet je wel, voor dat afgebrande huis van haar. Ja. Nou, dan wil ze daar nou een winkelpandje van gaan zoeken. Nou, ik hou wel van chocola. Ja, ik ook. Ja. Ik mag graag boven zo'n pandje wonen, maar ik verdomd het toch om bij mijn eigen op bezoek te komen iedere keer. Yo, Harry, wat bedoel je nou eigenlijk? Jullie wonen toch al jaren samen, of heb ik wat gemist? Jawel, nou, nee... Nou goed, nou, ze wil niet met mij trouwen. Nou, wat kan het je schelen? Nou, dat steekt. Ach, wat kan je dat boterbriefje nou schelen? Niks. Nou. Maar ik heb toch ook mijn recht als man zijnde. Jeetje, wat een machootje ben jij geworden, Harry. Nee, helemaal niks, geen machootje. Maar ik ken er niet tegen om iedere keer naar de logeerkamer te verhuizen als zij weer eens alleen wil zijn. Ik kan er niet meer tegen. En ik ga het een vuist maken. Of ze wil met mij samen iets beginnen, of ik nok ermee. En dat gelul over alsmaar de vrijheid willen hebben, nou, dat vind ik prachtig, maar dan alle twee, hè? Zij niet alleen. Jongen, dat is gespierde taal, zeg. Maar wat gek. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat het niet boterde tussen jullie. Nou ja, het... Ja, wat nou ja? Boterde het nou wel of boterde het dan niet? Of boterde misschien wat anders? Nou ja, de roomboter wat. Aha. Ken ik hem? Nee. Ja, meneer Henry wel. Weet je wat is dat meisje van dat haar tassie was vergeten? Weet je wel, van dat poesie wat ik had gered. Die student uit het sekshuis? Ja, nou ja, daar werkt ze niet meer. Oh, kijk, hoppel, ik heb beet. Hé joh, Harma, vertel eens even verder. Die wil jij op een fletje zetten voor als die Collis af en toe alleen wil wezen? Nou ja, ja? Nee, ik heb er een baantje bezorgd bij een cafetaria. Zo, dat is wel een hele overgang. Maar hoe moet het nou verder gaan? Ja, joh, ik wou dat ik dat wist. Ja, ik hou hartstikke veel van Nicole, hoor daar niet van. Ik heb alles voor die meid over, maar... Nou, ik ben ook maar een mens. Ja, dat zeggen ze. Je zou het niet zeggen, maar ze zeggen het wel. Even serieus. Of Nicole, die trouwt met mij, of... Of jij vraagt die... Hoe heet het meisje? Maroes. Of jij vraagt die Maroes of ze bij jou in de hapkaart komt werken? Ja, nou, zoiets, ja. Zoiets, ja. Zeg, heb jij Nicole nog wel eens gevraagd om met je te trouwen?
Joh, kom, ik ben daar besodemieter. Ja, sorry, Harry, maar nou ben ik je even niet meer volgen. Nee, nou, ik vraag dat pas als ik zeker weet dat ze geen nee zegt. Kijk nou, het Lazarus, je bent gewoon bang om een blauwtje te lopen. Ja, hallo. Oké, goed. Trouwens, Nico heeft er een hekel aan, hoor, als ik blauw ben. Jongen, hoort hem. Ach, man. Ja, lachen. Zo, opa. Heb je de hele supermarkt leeg gehad? Ja, wat wil je? Als jij zulke hongerige gasten meeneemt, zeg. Denk je dat het voldoende is voor de lunch? Dan huur ik vanmiddag wel een vrachtwagentje om de boodschappen voor het avondmaal op te halen, hè? Zeg, waar zijn ze? Zijn ze weg? Ja, ze zijn weg. Maar maak je maar geen zorgen, hoor. Dat tasje krijg ik in mijn eentje ook wel leeg. Ze hebben een pakje voor je achtergelaten. Voor mij? Oh, wat aardig, zeg. Ja. Nee, kijk nou toch eens even aan. Een dasbelt. Ja, van oud zilver. Jongen, zo prachtig zeg. Is dat niet een beetje overdreven? Ja, lees het briefje nou even. Het briefje? Ja. Oh, een briefje. Kijk hoor. Geachte heer Buis. Hartelijk dank voor uw verregaande gastvrijheid. Hierbij een klein aandenken aan deze merkwaardige nacht. Nou, ze gebruiken de Nederlandse taal ook wel behoorlijk, hè? Zeg, oh ja, PS. Het is oud zilver, dus als er bezoek komt, kunt u het wellicht achter slot en grendel leggen bij het tafelzit. Hebben ze dat gehoord? Hé? Wat bedoel je? Heb je dat gezegd? Dat was een grapje. Ja, dat konden zij niet weten natuurlijk. Dat is een mooi ding. Even dikke wat... Wat vervelend nou zeg. Heb je hun adres? Dan kan ze even een briefje schrijven om te bedanken. Hè? En om te zeggen dat ik niet bedoelde om ze te kwetsen. Ah, dat hoeft niet, opa. Jawel, dat hoeft wel. Geef me het adres even. Nee, dat hoeft niet, opa. Jawel. Nee, je hebt hem van mij, die daspelt. Ik hoorde dat je dat hebt gezegd. Ah, Ferris! Oh, maar Rick, wat een prachtig cadeau, zeg. Waar heb je die vandaan? Uit een antiek winkeltje in Rome. Oh. En voor mama heb ik een ketting en voor Anna een broek. En voor opa Willem heb Hallo, ik een... zijn ze al terug van het vies? Nee, nog niet. Zeg. Heb je succes gehad? Oh, het zag er niet aan te rijden, hoor. Ze is een winkelpandje aan het zoeken. Ik ga een chocolaterie beginnen. Oh, te gek. Mag ik winkeljuffrouw zijn? Nee, opa Henri is je al voor. Hé, wat vervelend dat Harry er nou niet is. Ja, je moet opa Willem meenemen. Die heeft een tijdje in de bouw gezeten. Die weet er alles van. Zou ik zeker doen, maar eerst wil ik weten wat Harry ervan vindt. Hij is zo gevoelig in die dingen. Vis! Oh, daar zijn jullie, zeg. En wat gevangen, Laske? Ja, Willem. Zalmforel komt in de Hollandse wateren toch niet voor? Je staat de boel weer te bedonnen. Nee, helemaal niet. Ik riep alleen maar vis en verder niks. Jij jumpt altijd gelijk zo naar conclusions. Ja, maar het zijn hele mooie visjes, dankjewel. Waar is Harry? Die heb ik afgezet bij zijn hapkar. Hé, wat vervelend nou toch. Ik was ervan overtuigd dat hij eerst langs huis zou gaan. Nou, dan ga ik maar naar hem toe. Tot straks, daar. Ja. Zij heeft waarschijnlijk een pandje gevonden voor haar bonbonnières. Ja. Hé, hey, kijk eens, opa, voor jou. Wat voor mij? Waarom is dat? Dat heb ik voor je gekocht op Paros in Griekenland. Hey. Jeetje, Rick, wat een eindeloos gaaf scheepje. Daar ben ik hartstikke blij mee. Bedankt. Ik heb een daspeld gekregen. Nou, je hebt wel in de bus geblazen, hè? Dan weten we tenminste eindelijk waar het geld is gebleven. Waar we steeds op moesten sturen. Over geld gesproken! Nee, opa's, dat is lullig. Jullie gaan nu niet meteen over dat geld beginnen. Nee. Maar morgen wel! Zo, hier ook. Oh, wacht even. Zeg, is het dan wel fris wat je daar staat te doen? Ach, jo, lekker fris. Ja, nou, die hoef ik dus niet, hè. Ga maar een andere. Ach, zuur toch niet, wijf. Oh, wacht even. Hier ook. Dat extra mayo. Gratis. En dan wil ik niet meer dat je zeurt. Ja, weet je wat? Je stopt die patat maar in die dikke reet van je. Ben je hem allemaal anders, sodemieter? Ach, rot toch op, wijf. Jopie, jij doet een klantenbinding, zie je? Hoi, Nico. De klant is koning bij jou. Ach, je wordt toch gestoord van al die wouzen? Ja, dat merk ik, maar dat moet jij niet zo laten zien, vind ik. Een likkie mayonaise zus, een likkie mayonaise zo. Meer zout, minder zout, geen zout. Veel mosterd, geen ketchup, te heet, te koud, te pikant, te flauw. Ik word er stapel mijn sokken van. Nou, dat is niks van mij. Laat mij nou lekker portier zijn. Ik zal tegen Harry zeggen, maar ik ben bang dat hij hier geen portier nodig heeft. Waar is die trouwens, Harry? Welke Harry? Ja, welke Harry bedoel ik nou? Hm? Je baas, Harry Stevens natuurlijk. Oh, die Harry. Ja, waar zit hij?
Die is aan het vissen met meneer Willem. Was aan het vissen met meneer Willem. Dat zei hij net, heeft hem hier afgezet. Oh. Jopie, zit je met de beduvelen of hoe zit het? Nee, echt niet, echt niet. Oh, ik weet het alweer. De patat was op. Hij is even patat halen. Heet zeker? Nu? In dit hok? Ja. Oh, kijk eens even. Daar komt hij net aan. Harry, wat? Op de fiets. Hey, Nico. Wat een verrassing. Dat merk ik, ja. Zeg, hoe was het met het pandje eigenlijk? Was het wat? Ik denk van wel. Daarom kwam ik meteen hier naartoe. Ik wil dat jij het ziet en als jij het wat vindt, dan bel ik meteen de makelaar. Zeg, waar is jouw patat? Mijn patat? Oh, wil jij een patatje? Hey, Joopje, geef jij Nico dus een patatje? Ik wil geen patat. Waar is jouw patat? Ja, het gaat mij nou even wat te snel, hoor. Wat bedoel je nou eigenlijk? Nou, heel eenvoudig. Jopie zei dat jouw patat op was en dat jij een nieuwe zak was gaan halen. Mijn patat was helemaal niet op. Dat dacht ik. Was je dan geen patat aan? Nee, ik was geen patat aan het halen, nee. Wat was je dan wel gaan halen? Hé? Wat was ik eigenlijk aan het halen? Naar de bank. Je zei toch dat je naar de bank moest? Ik was naar de bank, want het klein geld was op, ja. Ja, naar de bank op zaterdagochtend. Bij het station. Dan heb jij wel een heel eind gefietst, hé jongen? Zeker, hallo, nou. Hey. Oh, tering, hé. Je portefeuille, schatje, dat was uit je jasje gevallen. Had je nog niet gemist? Nee, maar Hoes, kijk, dit is nou Nicole over wie ik zoveel verteld heb, weet je wel? Hoi. Hallo. Je bent zeker de dame die bij het Centraal Station op de bank werkt? Hm? Jou spreek ik nog wel. Dag, de groet. Tering, hé. Nou, dat leg ik er nog wel uit. Nicole! Nicole! Wacht nou even! Nicole, luister nou! Nicole! Is er wat, Nicole? Nee, er is niks. Jawel, er is wel wat. Oh jee. Wil je misschien over praten? Dat helpt wel eens als je van dwars zit. Kom ik bij de hapkar? Vraag waar Harry is. Begint Jopie toch te draaien als een beslagbak en een droomklopper? Zegt hij dat hij patat is gaan halen, maar hij was helemaal geen patat gaan halen. Wie was er dan patat aan het halen, Jopie? Nee, Harry was helemaal geen patat gaan halen, maar naar de bank. Ja, op zaterdag zeker. Was hij naar Centraal Station te gaan om wisselgeld te halen. Ja, komt zij opeens aanrijden, dat meisje, met zijn portefeuille. Die was uit zijn zakje gevallen, zei hij. Ja. En het was niet zo? Het was wel zo, ik heb het zelf gezien. Ja. Nou, weet ik het niet. En ze is nog mooi, hoor. Nicole. Neem even een kopje thee. Oh, ik begrijp er helemaal niks van. Hadden het zo leuk samen altijd. En nou dit. Wat kunnen mannen toch verschrikkelijke rotzakken zijn soms. Zo, en hoe staat hij? Vertel op. Hè, Nicole, jij als enige vertegenwoordiger van het vrouwelijke geslacht in deze keuken. Hoe staat deze... Heb ik iets verkeerd gezegd? Och nee, Nicole, wat is er? Kom ik bij de hapka, vraag waar Harry is. Zegt Jopie dat hij patat was gaan halen, maar hij was helemaal geen patat gaan halen, maar naar de bank. Ja, op zaterdag was hij naar het Centraal Station gegaan om wisselgeld te halen. Komt dat meisje aanrijden met zijn portefeuille in de hand. Ja, die was uit zijn zakje van zijn jasje gevallen, zei ze. Ja. Oh, zodoende. Ja. Begrijp je nou een beetje? Harry. Aha! There's something rotten in the state of Denmark. Yes. Ik ga wel. Jullie zouden eens moeten praten. Ja, dat is een geweldig idee. Ik sta altijd tot je beschikking. Ja, maar dat bedoel ik nou juist niet. Harry en Nicole zouden eens moeten praten. Oh ja. Er valt helemaal niks te praten. Sister al, hoort ik. Ja, maar wat is er dan? Hebben jullie ruzie gehad of zo? Nee, nog niet, maar ik zie de bui wel hangen. Hallo, hier is Harry. Ja, kom verder, monsieur. Hey, Nicole, ik kan alles uitleggen, hoor. Dat hoeft niet, hoor. Zo stom ben ik niet. Nee, maar luister nou even, Nicole. Kijk, die Maroes, dat is gewoon dat meisje van die poes. En daar heb ik een baantje voor haar gevonden in een cafetaria. Nou... Jij doet maar wat je niet later kunt, Harry Stevens, maar dat interesseert mij niks. Ja, maar... Ja, weet je waar ik misselijk van word? Van dat gelieg en dat bedrieg, daar moet je bij mij niet mee aankomen, jongen. Ja, maar dat doet het toch helemaal niet? Waarom zou ik? Vrijheid, blijheid zeg jij toch altijd? Precies, Harry Stevens. Als je dat maar eens goed in dat bakje van jou hier stopt, hè. Ga toch fietsen. Dag. Ik zie jou nog wel een keer. Wat krijgen we nou, rot nou, gauw. Wat bedoelt je eigenlijk met vrijheid, blijheid? Dat jij vrij mag zijn en blij en ik niet? Ach, ik vind jou zo'n mis- en minnelijk mannetje, hè. Bah, duvel op.
Zo, nou dat is tenminste duidelijk. Goed, nou dan gaat het toch gewoon nou de mazzel, hè? Tot kijk. Heb je het nou gehoord? Vrijheid, blijheid, nou maar eet. Jongen, hou nou even op. Dat mens houdt van je. Nou, dan mag je het wel eens duidelijker laten merken dan. Maar jullie moeten meer praten. Jullie praten te weinig. Ja, wat valt er nou nog te zeggen, joh? Bijvoorbeeld dat je van haar houdt. Ja, ik kijk wel uit. Kom, ik ga het eerst van mijn vrijheid genieten. Nou, bedankt voor jouw goede raad, hè. Hey, kom eens hier. Je hebt hem wel heel hard aangepakt, hoor, vind ik. Hij had niet eens de kans om zich te verdedigen. En Willem heeft gelijk. Jullie praten te weinig. Hij praat te weinig. Nooit zegt hij iets leuks. Nooit neemt hij een bloemetje voor me mee. En nou gaat hij ook nog met een ander. Maar Nicole, die Marusha is dat meisje van die poes. Dat weet je toch? Nou, die is mooi weg. Mooi! Ja, mooi. Dat ben je helemaal niet. Harry is een gouden gozer en dat vind jij ook. Maar jij bent gewoon heel vervelend jaloers. Ik ben helemaal niet jaloers. Nee hoor. Hallo, hier is Harry. Harry! Hey, ik heb gehoord dat je eindelijk die vrijer van je de deur hebt uitgesmeten. En die gozer die nooit eens tegen je praat, die nooit eens lief voor je is en die nooit eens een bloemetje voor je meebrengt. Nou, misschien maak ik nou een kansje. Oh. Harry? Oh, Nicole. Oh, Ja, 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 ja